In 2019 was er een regionaal beweegd sportakkoord afgesloten. En van daaruit zijn we gestart om in de 8 gemeenten, die dus zeg maar samen de regio Achterhoek zijn, om dus daar dan ook per gemeente een lokaal sportakkoord op te stellen. Achterhoek in Beweging is eigenlijk een verbindend platform waarin 8 gemeentes samenwerken op het gebied van sport en beweging. En vanuit die 8 verschillende gemeentes zitten verschillende vertegenwoordigers in die ideeën uitwisselen om samen iedereen meer aan het bewegen te brengen. Ja, een voorbeeld wat Achterhoek in Beweging tot stand heeft gebracht is bijvoorbeeld het sportcarousel. Dat hebben we in Aalten en in Dinxperlo gedaan. In Dinxperlo is nu blijvend daarvan dat wij in samenwerking met de scholen en de vereniging waar we dan hier zijn, dat we naschoolse activiteiten aanbieden. Zij stellen het sportpark open eigenlijk meerdere dagen in de week, zodat kinderen hier kunnen bewegen. Dus vanuit school gaan ze deze kant op en dan kunnen ze gewoon lekker gebruik maken van de faciliteiten die er zijn. We zijn aan de slag gegaan om in samenwerking met de buurtsportcoach en met de beleidsadviseur sport van de gemeente te kijken hoe we stadbijeenkomsten kunnen organiseren en de kattrekkers binnen het sportlandschap en binnen de zorglandschap, overheid, bedrijfsleven, onderwijs te verzamelen en gezamenlijk aan de stad te gaan om een sportakkoord te realiseren. Pascal is eigenlijk echt de verbinder die hierin met vragen weet hij eigenlijk alles. Hij kan heel erg makkelijk schakelen tussen een stukje landelijk, regionaal en lokaal. En ja, daar adviseert hij je in, maar helpt hij je ook om nieuwe ideeën uit te werken. Een klein voorbeeld daarvan was dat ik van een wielervereniging kreeg dat de jeugdafdeling heel gegroeid was. Nou, toen heb ik aan Pascal de vraag gesteld van, goh, kunnen we hier iets mee? En toen kon hij via de services die er zijn, konden wij hen bieden dat zij een cursus gingen volgen. En dat zij daardoor weer meer jeugdopleiders kregen. Mijn verwachtingen van de toekomst zijn dat eigenlijk dadelijk voor alle inwoners, alle doelgroepen, dat sportparken steeds meer open zijn. Dat mensen gebruik kunnen maken van de faciliteiten, maar dat ook de verbinding steeds meer wordt gelegd. Dus een samenwerking tussen zorgorganisaties, scholen, verenigingen, de gemeente. En dat hierdoor steeds meer nieuwe initiatieven ontstaan.